Yo, welkom weer in een nieuwe video. En vandaag hebben wij een vraag van onze vriend Lars VE. Want die stelde de volgende vraag onder 2 video's geleden, denk ik. Lars VE zegt, hey Total Strength, als ik benchpress, dan zet ik mijn benen strak, wijd en vast. Ik krijg dan al snel kramp in mijn benen, de regio, hamstrings, billen. Heb je tips? Lars, die heb ik zeker voor je. Wat Lars hier heel goed doet, is zijn benen strak en wijd neerzetten, zoals hij zelf zegt. Fantastisch, dat betekent dat hij leg drive gebruikt, waardoor hij dus iets sterker is en meer kan bankdrukken. Voor mensen die niet weten wat leg drive is, gaan we hem even heel kort uitleggen. Dat is simpelweg je voeten de grond instampen, dan je bovenbenen aanspannen, je billen aanspannen en je buik aanspannen, zodat je een hele sterke brug creëert. En als je dan spanning levert, dan zit er een spanningsboog vanaf de hiel van je voeten. Wow, kijk, gaat hij zo door al die spierroepen heen, door je buik heen, door je billen heen. Totdat je uiteindelijk bij je schouderbladen aankomt. Dat je dus één sterke brug bent en vanaf daar, wow, kijk, ramt hij die barbel door het dak heen. Kort samengevat, je kan dus je onderlichaam gebruiken om een bovenlichaamoefening sterker te maken. Dat is goed, daardoor is Lars gewoon een stuk sterker. Er zit alleen kennelijk één foutje aan. Lars geeft aan dat hij zijn benen wijd neerzet en daardoor dus een soort van steek in zijn billen krijgt en in zijn hamstringregio. Ik gok, Lars, dat het meer je billen zijn, om de volgende reden. Ga ik zo uitleggen. Jullie herkennen dit gevoel misschien wel. Toen ik 10 jaar geleden aan de bankdrukken was, lag ik op een bankje. En toen, ik bankdruk al langer, maar ik hoorde 10 jaar geleden voor het eerst van leg drive, lag ik op dat bankje. En toen begon ik dat ook toe te passen en ik begon alles aan te spannen. En op het moment dat je bij herhaling 6 was, 7... en vervolgens was je bij herhaling 8 begonnen te steken. En dat duw je nog wel even erheen. Maar uiteindelijk ben je bij 9-10. En dan moet je het opgeven omdat er iets anders pijn doet als de spiergroep die je probeert te trainen. En dat is natuurlijk echt heel irritant. Als je jezelf hierin herkent, blijf dan kijken. Dit probleem van Lars, dit komt door simpelweg dat je een spier helemaal verkort en dan spanning brengt. Dan gaat hij natuurlijk verschrikkelijk verzuren. Als jij als voorbeeld je bicep nu hier spierpijn in wil krijgen, je wil hem hier verzuren, zou dat makkelijker in de verlengde positie gaan? Of zou dat makkelijker in de aangespannen, verkorte positie gaan, mits je natuurlijk hard knijpt? Vanzelfsprekend gaat het natuurlijk in de verkorte positie vele malen beter. Test het maar eens uit. Als Lars zijn benen rechtdoor heeft staan, dan is de glute best wel in de verlengde positie. Op het moment dat hij hem naar buiten gaat doen, dan gaat die glute, die bilspieren, die gaan verkorten, verkorten, verkorten. En als je dan spanning zet, dat is natuurlijk precies hetzelfde als wat er gebeurt in je bicep. Dan gaat die lopen verzuren en lopen etteren en lopen vervelend lopen doen. Om dit op te lossen, Lars, hebben we vandaag 2 oplossingen. Nummer 1 is rekken. Die ga ik straks uitleggen. En de eerste die ik uit ga leggen, dat is simpelweg je voetpositie wijzigen. Ik heb mijn voetpositie, toen ik er last van kreeg, dat is de makkelijkste oplossing. Ik heb hem gewoon smaller neergezet. En dan leren om vanaf dan nog een keer je billen aan te spannen. Dat is iets moeilijker, omdat ik, zoals ik net aangeef, de glute iets verlengd is. En het is helemaal iets moeilijker om een lange spier aan te spannen dan een korte spier. Dus dat kan wennen zijn. Moet ik wel bij zeggen dat ik nu best wel weer een extreme bankdrukker ben. Er zit natuurlijk wel een tijdsverschil van 10 jaar tussen, dus het is misschien iets waar ik zelf aan ben gewend. Ik heb er niet specifiek aan gewerkt. Ik heb dat gewoon eerst smal neergezet en ik begon telkens wijder, 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 wijder. En ik uiteindelijk bankdrukte ik nu weer lekker wijd met mijn benen. Dat is 1. Je kan natuurlijk ook de voetpositie naar voren of naar achteren wijzigen. Ik weet inderdaad dat er in de glute-regio, in de billenregio, zal er niet veel gebeuren. Maar je hamstring, er kan nog wel eens wat gebeuren. En voor sommige mensen voelt dat gewoon een stuk fijn. Het is een kwestie van testen. En ook als je je voeten op bijvoorbeeld een gewichtsschijfje zet van 3 centimeter hoger. Of, ik weet niet of je ze hebt, powerlift schoenen gebruikt. Dan zit er ook een verhoging onder. En dan kan die spierroep ook wel eens wat rust creëren. Dan moet ik er wel bij zeggen dat er sommige powerlift competities zijn. Waarbij je bijvoorbeeld niet helemaal naar achter mag. En met je tenen op de grond mag duwen. De gehele voet moet vlak op de grond zijn. Als je aan een powerlift wedstrijd meedoet of ooit eens wil doen, leer dan gewoon gelijk de juiste techniek aan. Dus varieer een beetje met de breedte. Prima. Nummer 2 zijn 2 stretches. Dit is de eerste stretch die ik nu laat zien. Je gaat op de grond zitten. Hielen lekker ver naar je toe. Knieën naar buiten toe. Ellebogen op je knieën. En simpelweg die knieën een beetje naar beneden duwen.
Stretch nummer 2, laat ik gelijk twee varianten zien. Nummer 1 is, je gaat op deze manier op de grond zitten. Trek je hiel naar je toe, terwijl die over je andere been heen ligt. En je duwt je knie, hoppakee, naar links of naar rechts toe. Zoveel mogelijk. Nog een andere variant hierop is gewoon dezelfde houding aannemen. Op de grond gaan liggen en nu je knie weer naar links of naar rechts duwen. Net welk been je natuurlijk aan het stretchen bent. Lars, ik hoop dat je wat aan deze video had. En voor de rest, willen jullie meer van deze video's zien? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal, dan kan je ook gelijk abonneren. Dit was Raymond Schultz, toonstreng.nl. Ignite your fire and grow stronger.